zijn in de laatste rechte lijn. Nog 300 meter af te leggen en Everglide Rapida leidt nog altijd. Everglide Rapida op de tweede plaats, Boer van Bremen. Zo gaan we dan de laatste 150 meter in. En daar komt aan de buitenzijde Boer van Bremen dichter en dichter op Everglide Rapida. Maar Everglide Rapida leidt. Everglide Rapida heeft het commando en gaat de koers ook winnen. Met Micha Brouwer op de tweede plaats is het dan Boer van Bremen. Diane Cunera die wordt derde. En op de vierde plaats Colonel Newport. Geweldige dames en heren, Everglide Rapida, een zesjarige zwarte ruin van Handglider uit Air Comic, gevokt in Zweden, in bezit van Hans Krebas, Bas Krebas de trainer. We hebben een bos bloemen van Brock of Rose op dit moment voor Micha. Micha, gefeliciteerd. Ja, dit is een super, hij liep laatste keer al super met Dickie Hof. Ja, en nou was hij niets minder. Ja, op een gegeven moment heb je broer van Bremen op je rug liggen, dan denk je, nou ja, misschien word ik wel twee. Ja, ik had nog zoveel in mijn handen. En dan voel je toch dat je de laatste rechte hand in komt en denkt, we gaan het doen. Lekker jongen, gefeliciteerd. Je gaat een mooie herenronde maken met Everglide Rapida. Paard terug in absolute topvorm en een geweldenaar hier op het gras. U kunt in de handen, dames en heren, voor een paard met louter topverrichtingen. En vandaag maakt hij zijn favoriete rol. Meer dan waar, Micha Brouwer en Everglide Rapida. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start Dexter als een van de snelst vertrokken paarden. Maar niemand sneller weg dan Everglide Rapida. Everglide Rapida die neemt de leiding bij het indraaien van de eerste bocht. Tweede plaats is voor Boer van Bremen en in derde stelling volgt Dexter. Vierde is Axel Cartouche. Daarachter Chubby Bobber die geflankeerd wordt door Colonel Newport. Daarachter is het dan Diane Cunera. Die wordt gevolgd door Angie Meadow. Op een tweede lengte daarachter volgt dan Kramer Flevo. En laatste van het peloton is Cashflow. En zo zijn we aan de overzijde van de baan. Grote stappen snel thuis moet Micha Brouwer denken. Hij neemt met Everglide Rapida een tweetal lengte voorsprong op Boer van Bremen. In derde positie daarachter nog altijd Dexter dan Axel Cartouche. En die wordt geflankeerd door Colonel Newport met daarachter Chubby Bobber. Dan Diane Cunera die gevolgd wordt door Angie Meadow. En daarachter op nummer 8 galop. En helemaal los van het veld naar een grove galopade is het Kramer Flevo die wordt uitgeschakeld als de paarden de manegebocht ingaan. Nog altijd onder aanvoering van Everglide Rapida. Everglide Rapida, anderhalve lengte voorsprong. Broer van Bremen ligt nog altijd in tweede positie. De derde plaats daarachter is voor Dexter, dan volgt Axel Cartouche. En aan de buitenzijde volgt Colonel Newport. En zo is het veld weer gevorderd tot de rechte lijn voor de tribune. Paardenkoers op dit moment voor de manege. Angie Meadow die maakt een paar mispassen en die valt daardoor terug. Met aan de kop Everglide Rapida de tweede positie voor Boer van Bremen. En de derde plaats voor Dexter gaan we de laatste ronde in. Vier aan de binnenzijde. Uitgeschakeld, vijf galop. Vijf aan de buitenzijde is dan Colonel Newport. Zo gaan we dan de laatste ronde in. Dan Diane Cunera met Chubby Bobber. En aangesloten is Cashflow. Als de paarden de bocht doordraaien op weg naar de overkant van de baan. En Everglide Rapida heeft iedere meter van de koers gemaakt. Danny Brouwer. Op de tweede plaats is het Marco Spin met Boer van Bremen. Derde stelling Danny den Dubbelde met Dexter. Daar komt aan de buitenzijde nu naar voren. Nummer 7 Colonel Newport met Finn van Kijk. Dan Denise Pennekamp met Axel Cartouche. Met Rintine Hofman en haar paard in deze koers dicht daarbij, dat is Diane Cunera. En zo gaan we dan richting laatste bocht. En als we de laatste bocht ingaan, heeft Everglide Rapida nog altijd de touwtjes stevig in handen. Everglide Rapida met Boer van Bremen op de tweede plaats. En deze twee paarden proberen weg te lopen van de concurrentie. Colonel Newport kan niet aanklampen. Aan de buitenzijde probeert Diane Cunera etterlijke meters goed te maken. En komt nu op een gedeeld derde plaats met verderweg in het veld Dexter. En we zijn in de laatste rechte lijn nog 300 meter af te leggen. En Everglide Rapida leidt nog altijd. Everglide Rapida op de tweede plaats, Boer van Bremen. Zo gaan we dan de laatste 150 meter in. En daar komt aan de buitenzijde Boer van Bremen dichter en dichter op Everglide Rapida. Maar Everglide Rapida leidt. Everglide Rapida heeft het commando en gaat de koers ook winnen. Met Micha Brouwer op de tweede plaats is het dan Boer van Bremen. Diane Cunera die wordt derde. En op de vierde plaats Colonel Newport.